Normaal verkoopt H&M 10 euro t-shirtjes van Aziatische ateliers. Maar één keer per jaar ligt er designerkleding in de schappen. Jurken, schoenen, sieraden, riemen van Versace. En alles voor een betaalbare prijs. Donderdag gaat de Versace-collectie in de verkoop en wij nemen alvast een voorproefje. Vind ik geweldig. Ik ben altijd in voor wat nieuws. Ik heb geen idee hoe het eruit zal zien, maar ik zal vast en zeker komen kijken. Kan je een keer in een merkkleding lopen? Lijkt me wel leuk. Ja, echt leuk. Ja, het is wel een opsteker hier, denk ik. Ik ken de merk niet. Het is heel erg. Ja, ik vind het wel heel leuk, maar ik weet niet of ik het zelf zou kopen, aangezien mijn budget nooit zo groot is. Versace bij de H&M, wat vind je daarvan? Ja, vind ik wel een leuk idee, leuk initiatief van de H&M. Het is een keer wat anders dan normale producten die ze nu hebben. Dan kunnen we ook eens een keer zoiets aan voor een betaalbare prijs. Maar dan komt het slechte nieuws. H&M meldt ons dat de Versace-collectie niet in Noord-Nederland te koop zal zijn. De Drentse vestigingen hebben namelijk het stempel familiewinkel. Voor een echte Versace moeten Drentse vrouwen dus naar het westen of het op internet bestellen. Dat vind ik erg jammer, ja. En waar komt het wel? In Zwolle of? Nee, alleen maar in het westen van het land. Nou, dat vind ik erg jammer. Als je er voor moet rijden, ja, dan lijkt het me wel een beetje moeilijk. Dat is jammer, maar goed, ik woon zelf in Friesland, dus er zijn meerdere opties. Ook niet in Friesland? Ook niet in Friesland, oké. Okay. Ja, dan wordt het wat moeilijker. Ja, internet dan, hè? En zou u het op internet bestellen? Misschien. Maar ik pas liever gelijk. Dus dat denk ik, ja, denk het niet. Ik woon in Emmen, dus dat komt, ik weet niet of het in Emmen komt, maar ook niet in Emmen. Oh, verdorie. Nou ja, dat is ook wel logisch, want als je zo vaak een beetje dat achterloopt. Wij lopen toch niet meer achter. Drenthe is niet hip genoeg voor Versace. Ik denk het niet, nee. Ik denk het niet. Helaas, geen betaalbare designkleding in de Drentse winkels. En dat betekent ook dat jurkjes zoals deze van Lanvin weinig tot niet in het Drentse straatbeeld te zien zijn.